Ja, daar staat hij dan nog. Van Spijkstraat nummer 6. Maar ja, het duurt niet meer lang voordat hij er ook niet meer is. En iedereen die wel eens bij Sleutelstad is geweest, die weet dat je dus tegenover Van Spijkstraat nummer 6 moet zijn. Omdat Eversestraat 69i eigenlijk niet te vinden is. Dus ja, hoe moet dat nu verder? Nou, zo dus. Nou, super. Alsjeblieft. Dankjewel. Werk ze. Nou, daar is hij dan. Van Spijkstraat nummer 6. En we gaan nog een mooi plekje verzoeken. Maar ik heb er vertrouwen in dat het helemaal goed komt en dat iedereen Sleutelstad straks weer kan vinden.